Zo, hallo, hallo, goedemorgen. De vogeltjes zijn lekker aan het fluiten. Het is heerlijk, heerlijk vroeg. Nou, hoe laat zal het zijn? Ik weet het niet. Ergens nog rond 9 uur volgens mij. Maar goedemorgen, Final Creator hier even op je beeldscherm. En ik ben aan het lopen. Het is maandag. Een heerlijk moment om lekker buiten te zijn zo vroeg. Ik heb heel goed geslapen, wel heel kort, 4 uurtjes. Maar mijn lichaam die werd om 7 uur eigenlijk al wakker. En toen lag ik in mijn bed te kijken naar de klok. Een beetje te internet. Toen dacht ik, weet je wat? Ik heb toch een voornemen. Ik heb een nieuw voornemen. Nou ja, nieuw voornemen. Lichamelijke gezondheid is voor mij belangrijk. En steeds belangrijker aan het worden. Ik was vroeger 60 kilo zwaarder. Ja, dan beweeg je wat minder prettig. Maar nu gaat het allemaal een stukje makkelijker. En daar wil ik echt meer gebruik van maken. Omdat ik natuurlijk ook mijn doelen heb. En wat ik graag wil wegen, hoe ik eruit wil zien enzovoort. Dus ik heb een paar maanden geleden een hele leuke challenge gedaan. Goedemorgen Illy. En waar ik hele maand 5 kilometer heb gerend. Dat was dat is heel goed gegaan. En nu heb ik me op een andere challenge gezet. Ik wil 10 kilo eraf. En om 1 kilo te verbranden, 1 kilo vet te verbranden, daar zitten ongeveer 7000 kilocalorieën in. Nou, je weet dat je 2500 als man ongeveer binnen moet krijgen, maar laten we zeggen 7000 kilocalorieën. Toen dacht ik, als in 1 kilo 7000 calorieën zit, dan zit in 10 kilo 70.000 kilocalorieën. Nou, als ik 70.000 kilocalorieën heb verbrand, dan zou ik technisch gezien 10 kilo lichter moeten zijn. Sorry mensen, ik zit hier als gangster op jullie. Dan zou ik technisch gezien 10 kilo lichter moeten zijn, toch? Nou, ik heb een activity tracker waarmee ik mijn kilocalorieën meet die ik verbrand. Dus het plan is om in ieder geval elke dag 1000 calorieën te verbranden. Echt middels beweging. Dus niet door dieet of zo minder binnen te krijgen qua voeding. Er komt even iets aan. Maar elke dag dus minimaal 1000 calorieën te verbranden. 2 seconden. De grasmaaier. Alsof ik niet al genoeg allergisch. Zomaar doe ik lelijk op camera. Hooikoortsseizoen is ook hier inderdaad. Dus als ik elke dag 1000 calorie verbrand, dan kost het me 70 dagen. Klinkt veel. Maar voordat je weet ben je 2 maanden verder hoor. Dan zou ik met 70 dagen technisch gezien 10 kilo lichter moeten zijn, toch? Nou, dat is dus de uitdaging waar ik mezelf op heb gezet. Ik ga elke dag minimaal 1000 kilocalorieën verbranden. En dat doe ik door middel van lopen of andere activiteiten. Maar ik ga heel veel lopen. Ik ga je straks vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Nou, hoe ziet die 1000 calorieën er dus uit? Gemiddeld, als je aan het sporten bent, verbrand je minimaal, absoluut minimaal, 500 kilocalorieën per uur. Ik ben aan het lopen nu en ik verbrand ongeveer 500 kilocalorieën per uur met deze intensiteit. En ik loop niet super snel, maar 500 calorieën. Dus je kan zeggen, als ik op de dag 2 uurtjes aan beweging doe, sport, dan zou ik zonder dat ik het kan meten, die 1000 calorieën dus hebben verbrand. Dan hoef ik alleen naar de klok te kijken, ga gewoon 2 uurtjes beter. En heb je die 1000 calorieën verbrand. Maar ik meet het nauwkeurig met dit kudding. En weet ik precies wat er gebeurt. Nou, ik heb het voornemen om te gaan lopen. En om gewoon
elke dag te gaan lopen. Minimale inspanning. Je komt ergens. Er komt geen zweet op mijn voorhoofd. Maar gewoon lopen, 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 lopen. Die benen sterk maken. En in je vetverbrandingszone te blijven met die lage intensiteit inspanning. Want zo verbrand je vet. Dus letterlijk ben ik van plan om die 10 kilo eraf te lopen. En dat is het idee. En ook wil ik gaan touwtjes springen. Dat wil ik ook gaan doen. Maar dat is dan hoge intensiteit. Dan ga je veel sneller die calorieën verbranden. En een langere afterburn. Maar dat is eigenlijk het plan. En ik ben gisteren begonnen met lopen. Ik had de Mattie gebeld. Nou, ik was al gaan lopen. En halverwege de Amsterdamse Poort had ik hem gebeld. Kijken of hij op een running was. Die heeft met mij meegelopen. En zodoende vanaf de Amsterdamse Poort ben ik gaan lopen naar Amsterdam Centraal. En als je een beetje de buurt kijkt, kent hier, of je kijkt naar Conco Time, dan zie je dat ik bij Amsterdam Holendrecht momenteel ben, op Heusdehof. En ik loop vanaf, in dit geval nu mijn huis, richting Amsterdam Centraal Station. De TomTom zegt dat ik er 2 uur en 36 minuten over ga doen. Zie hier heb je al die 2 uurtjes bewegingen. En gisteren hebben we 3,5 uur zelfs gelopen. En in totaal heb ik 17 kilometer gisteren gelopen. En vandaag wordt het in ieder geval die, wat is het? Die 10 kilometer naar Centraal Station, als het niet meer is. En misschien loop ik nog een stukje terug. Hoi, goedemorgen. Ja, Sver. De Salski. Sver, ja. Maar ja, je moet toch wat, hè. Maar saaf, rustig loop ik het, hoor. De een voet voor de ander. Ik wil mezelf niet blesseren. Maar in ieder geval dat ik die 1000 calorieën makkelijk heb verbrand. En gisteren heb ik met mijn inspanning echt door het bewegen alleen al 1750 kilocalorieën verbrand. Dus ik heb eigenlijk 750 kilocalorieën meer verbrand wat ik minimaal op de dag wil verbranden. Dus die 70 dagen, die kunnen ook heel makkelijk 50 dagen worden. Of 40. En als je het helemaal bond maakt, kan je met 2000 kilocalorieën die je verbrandt qua inspanning, dat ook binnen, wat is het, 35 dagen, dus met de helft. Dus je kan met 35 dagen kan je ook dat die 70.000 calorieën hebben verbrand. Of ik 10 kilo lichter ben, dat weet ik niet. Dat gaan we dan maar zien aan het einde van de rit. Want je verbrandt veel, je bouwt ook spiermassa op. Maar in ieder geval ga ik op mijn Fitbit zien dat ik over een bepaalde periode 70.000 calorieën heb verbrand alleen door beweging. Nou, hebben we het over 10 kilo afvallen. Op mijn kanaal praat ik over alles, hè. Hebben we het over 10 kilo afvallen. Dat afvallen kan je natuurlijk op 2 manieren bereiken. Inderdaad, door je beweging. Door meer te gaan sporten. Maar ook je voeding. Nou heb ik gemerkt dat ik van eten hou. En graag eet. Dus ik heb het toch, ik ga toch meer zoeken bij meer bewegen. Dan dat ik meer nog op mijn eten moet gaan letten. Ik let al heel veel op mijn eten. Maar je merkt toch dat je langs iets loopt voorbij. En dan heb je toch gewoon de trek in. Als je een lumpia lust, moet je die lumpia kunnen vreten. En dan moet je ook gewoon, ja, het moet wel ergens komen. Dus dan ga ik maar meer om meer fanatiek sporten. Zoals heel veel topsporters gewoon kunnen vreten wat ze willen, omdat ze heel veel sporten, hè. Ga ik toch ook meer mijn sport, meer mijn sport oppakken. En dat ik te veel eten moet laten staan of te moeilijk moet gaan doen. Ik ben mijn vriezer nu aan het leeg eten. Want ik ben een klein beetje, heel erg aan het minderen ook met het eten van vlees. Ik ga heel even in de zon lopen, want dan zie je mijn kop. Ik ben aan het minderen met het eten van vlees. Ik heb geen hekel aan vlees. Ik hou heel erg van vlees. Maar niet dusdanig dat ik dat niet langzaam uit mijn dieet aan het schrappen ben. En waarom ben ik het aan het schrappen? Ik merk gewoon, in combinatie met minder
koolhydraten, dat ik gewoon veel lekkerder functioneer en veel beter in mijn vel zit. Ik voel me gezonder. Dat is al iets wat misschien tussen mijn oren zit. Ik voel me gezonder. Mijn spijsvertering voelt gewoon gezonder aan. Ik ben niet zo opgeblazen. Dat vlees, ja, weet je, er zit zoveel rommel in. En het maakt me ook heel erg lui wanneer ik kook. Dus door een beetje bij beetje het uit mijn dieet weg te halen, word ik ook zelf persoonlijk heel erg getriggerd om gewoon beter voor mezelf te koken en beter voor mezelf te zorgen. Dus het is een win-win situatie van twee kanten, waarom ik beetje bij beetje dat vlees uit mijn dieet aan het halen ben om mezelf beter gedrag aan te leren. En wanneer ik vlees eet, ja, dan gaat het die spangenbiefstuk zijn waarvan je echt denkt van oké, goed. Of een hele sperp, een hele koe die ingelegd is, gespermificeerd en wordt opgegeten. Dat zijn die momenten waar het dan echt om toe doet. Eén keer in de zoveel tijd. Dus ik eet mijn vriezer leeg, wat ik aan het zeggen ben. Voor de mensen die net komen inschakelen, ik vertel over mijn nieuwe challenge waar ik mee bezig ben. Ik wil 10 kilo afvallen. Dat komt neer op 70.000 kilocalorieën die ik ga verbranden puur met sport en dat ik het ook track. En ik ben sinds gisteren begonnen met het lopen en heb gisteren mooi gelopen van Amsterdamse Poort richting Centraal Station. De hele dag heb ik in totaal 17 kilometer gelopen en 1750 kilocalorieën verbrand. Vanochtend werd ik vroeg wakker. Mijn lichaam was uitgerust kennelijk na 4 uurtjes. En wanneer ik om 7 uur al wakker ligt, toen dacht ik, nou, als ik opsta en soort van al beginnen te sporten, of lekker gaan lopen, ik wil niet sporten noemen, dan heb ik straks om 12 uur, want dat gaat het zijn, heb ik eigenlijk mijn workout, het belangrijkste van de dag bijna, heb ik er al op zitten. En is het pas 12 uur en dan kan ik een beetje gaan werken aan Find a Creator. En dan is het nog tijd zat. Dus waarom zou ik in mijn bed blijven liggen en deze tijd niet goed benutten? Overigens, ik hoop dat het oude ding wat ik had wel een klein beetje terug gaat komen. Dat ik eigenlijk voorheen, of momenten heb eigenlijk, dat ik heel vroeg wakker werd. Rond dit tijdstip, dus 7 uur. 7 uur zo, werd mijn lichaam gewoon wakker. Van, hey, kill. Maar dan bleef ik doorliggen. Tot later. En op een gegeven moment ging het knopje om. Van, luister, waarom doe je dit? Als je lichaam zegt, je bent wakker. Dan ben je wakker. Ga je shit doen. En dan ga je toch je ding doen. Dan ga je later, op de avond, ga je ook vroeger naar bed. Omdat je wat meer, echt meer uitgeput moet raken. Ik moet echt uitgeput raken, wil ik in slaap vallen. En dan heb je zoveel meer uur op een dag te besteden aan groei, aan ontwikkeling, aan plezier. Vandaar dat ik heb het toch nog een klein beetje gerekt van 7 uur tot 8 uur. Maar op een gegeven moment dacht ik, no man, ik moet opstaan. En toen ben ik, volgens mij, ik heb werkelijk geen idee, hoe laat is het nu? Het wordt nu 9 uur. Ja, en dan ben ik toch om 8:30 ben ik nog netjes de deur uitgegaan. Waardoor ik straks om 12 uur toch echt klaar ben. En dan heb ik al hoeveel kilometers erop zitten. En heb ik mijn beweging al binnen. En ik sport ook bewust 's ochtends. Of beweeg ook 's ochtends. Want ik ben nu aan het vasten ook. Mijn lichaam heeft geen voeding. Mijn lichaam is nu letterlijk al sinds mijn slaap aan het teren op zijn reserves. Dus die 1000 calorieën die ik nu ga verbranden, of die 1750 weer. Ja, dat gaat letterlijk van die vetla af. Als het goed is, hopelijk ergens vandaan. En ik vast ook tot, wat heb ik gisteren? Gisteren heb ik voor het eerst gegeten rond 6 uur. Ja, 6 uur ben ik gaan eten voor het eerst. En heb ik heel lang gevast. Maar mensen, ik heb op de weegschaal, kijk, ik ga jullie, ik zeg, ik ben veel afgevallen, hè. En mensen kennen mijn story of mijn verhaal. Maar wanneer je 95 kilo ziet. En jullie weten zelf,
Je puft één keer of je ziet één keer, kijk je naar een croissant en je bent 5 kilo zwaarder. Sommige mensen hebben dat gewoon. Het zit in ons DNA, is fucked up. Je kijkt één keer naar een croissant of naar een broodje pom en je bent 5 kilo zwaarder. Ik ben niet van plan ik zeg altijd die triple digits weer op mijn weegschaal te zien. Ben je para? Waarom moet ik drie cijfers op mijn weegschaal zien? Je bent lijp. Je bent gek. Dus ik kan me niet veroorloven. Ik ga jullie eerlijk zeggen, als ik die drie digits zie. Ik kan me niet veroorloven om weer in de 100 kilo range te komen. Dan gaat mijn gewicht heel erg tussen 5 en 7 kilo. Of 10 kilo heen en weer. Dus dat is de afgelopen 2 jaar wel het geval. Dus dat is niets nieuws. Maar ik was toch echt op mijn lichtste sinds mijn afvalpoging 83 kilo. En wil zeggen dat ik nu 83, dat is 12 kilo span heb van aankomen en afvallen en aankomen afvallen. En dat is prima, want ik vind dat best oké. Maar die 83 kilo was wat ik was. Daar wil ik heel graag naar terug. En nog verder dan dat. Maar dat was oorspronkelijk de bedoeling. Ja, ik weet dat ik van heel ver kom. Ik mag heel erg trots op mezelf zijn. En dat ben ik ook zeker. Maar dat is een klein beetje het verhaal. Ik moet ook aan mijn gezondheid. Mijn neus is een beetje vies, hoor. Ik moet ook aan mijn gezondheid blijven werken. Klein moment. Dan moeten we het maar even zo doen. Ja, ik moet ook aan mijn... Nee, is heel, heel onpersoonlijk. Ik moet ook aan mijn gezondheid blijven werken. En ik heb mijn doelen ook nog lang niet bereikt. En dat ben ik eigenlijk mee bezig deze maandagochtend, waar ik het heel even over wou hebben. Dus kijk ook wat jij kan doen. Het is het begin van de week. Nu zijn we goed, hè? We zijn nu goed. Het is het begin van de week. Dat is altijd het moment van, oké, het verschil kunnen we deze week beginnen te maken. Wat volgende week gebeurt, zien we volgende week. Ik maak niet uit. Maar laten we even kijken van, oké, wat kan ik doen? Dat ik, waar ik niet misschien van plan was, maar wat wel een goede invloed heeft op je geestelijke gesteldheid. Dat je aan het einde van de dag kan zeggen, damn, I'm tired, I'm happy, but I'm tired, damn. Dus dat zijn die kleine dingetjes. En ik hoop heel veel van dit soort momenten te hebben vandaag op de dag. Om gewoon blij te kunnen zijn van weer goede beslissing, op goede beslissing, op goede beslissing, op goede beslissing die ik heb gestapeld. En het is niet makkelijk, hoor. Want als ik je zeg dat die sigaret, alcohol... en andere soorten versnapering, want ik ben echt een face-based eerste klas. Dat moet ik allemaal aan de kant schuiven. Alles moet ruimte maken voor die nieuwe Varello. Die sterke Varello. Die eind vorig jaar heel erg uit balans is gebracht. Door een hele traumatische ervaring. En die sterke Varello moet weer terugkeren. Dus ik vecht heel erg. Heel erg, heel erg, heel erg. Om weer in mijn kracht te komen staan. Heel erg. Dus. Voor de mensen die me ook beter leren kennen. Wanneer ik spreek over bepaalde thema's. Of spreek over bepaalde zaken. Is niet omdat ik het beter weet. Eigenlijk mediteer ik en praat ik hardop. Zoals ik nu met jullie praat. Voor mezelf. Dat jullie meekijken of meeluisteren. Is jullie zaak. Of snap je? Maar ik ben constant in meditatie, in gesprek met mezelf. Als ik over bepaalde thema's spreek, over geluk en persoonlijke ontwikkeling, over financiën, ja, over health of andere zaken. Ik praat tot mezelf. Ik redeneer met mezelf. En nu ben ik het aan het opnemen in de vorm van Find the Creator ook, waarmee ik mijn content drop. Maar ik praat het meeste met mezelf, hoor. Van waar wil ik naartoe? Waar vecht ik voor? En het is echt een ding met vallen en opstaan. En ik documenteer door middel van Find the Creator, mijn platform, mijn eigen progressie. Want als iemand het meeste naar mijn content kijkt en mijn films, dan ben ik het toch echt zelf. Als ik je zeg dat ik de hele dag aan mezelf aan het kijken ben, omdat ik terug aan het luisteren ben, hoe ik over iets dacht op dat moment.
Waarom heb ik iets gezegd op die manier? Toen kijk ik van, oh ja. Dus nu kijk ik ook filmpjes van vroeger terug. En dan denk ik, oh, wow, wat heb ik eigenlijk heel veel gedaan? En ten tweede, oh, interessant. Van nu sta ik hier of nu sta ik daar? Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Dus dit is eigenlijk mijn journey. Hi Killian, good morning. I hope you're okay. Dus dit is eigenlijk mijn als je je afvraagt wie Killian is. Je weet toch Valerian, die motherfucker. Is het broertje. One big happy family. Maar dit is mijn journey. Dit is mijn my way of life. En het past ook een beetje bij mijn naam, Find the Creator. Als je jezelf hebt afgevraagd wat betekent dat nou Find the Creator. Ik heb er nooit echt heel erg diep over gesproken. En daar ga ik nu ook niet heel erg diep op in. Maar Find the Creator heeft niets te maken met spiritualiteit, als ik heel eerlijk ben. Heel veel mensen denken dat het met God te maken heeft of whatever. En jullie kennen me ook als een heel erg spiritueel persoon. Maar believe me, dat heeft er totaal niets mee te maken. Het is een business idea wat tot ontwikkeling gaat komen afhankelijk van mijn succes en het grootmaken van mezelf als Find the Creator. Pas dan gaat men weten wat Find the Creator is en wat het precies doet. Dag tante, helemaal uit Suriname wordt ook meegekeken. Odi odi. Ai ai ai. Dus zodoende zijn we nu aan het lopen en ik ben nu volgens mij al een half uurtje. Nee, nog niet. Ik ben nog niet al een half uurtje aan het lopen. Ik ben nu al een aardig stukje aan het lopen. En we gaan naar Centraal Station, dan moet ik draaibakken. Onderweg koop ik wat te drinken. Ondertussen Jeluko Smasani ook, hè? Want het is heerlijk om Smasani te kijken wanneer je loopt. Ja, 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 ja. Je kijkt of mensen 1 of 2 meter afstand, hè? 1,5 meter of 2 meter afstand houden. En dan kijken naar mensen hun dinges. Het is prachtig. Heel prachtig. Het is niet super warm of koud. Het zit er lekker tussenin en de zon schijnt hier. Waardoor als je beweegt, dat je niet echt die kou voelt of zo. Maar het is nog zeker onder 10 graden. Denk ik zo. En dan wordt het maximaal 5. Nee. Het wordt wel 17 graden zo. En dan zal er volgens temperatuur 19 graden zijn of 20 graden. Ik klink als... hoe heet die man? Utmoen. Maar goed, ik ga jullie wel een Utmoen zeggen. Piet Paulus maar trouwens. Want ik ben klaar. En wish me luck. En maandag een mooie nieuwe week. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. En doe iets wat je lichaam en geest opbouwt. We gaan veel horen van elkaar deze week. Doei doei!